Vanmiddag een 5 MEO DME DMT trip gedaan. Ik heb het gefilmd. Ik heb het alleen teruggekeken. Er is niet zo heel veel wat ik vertel. Maar er is wel heel veel wat ik gezien heb. Heel veel wat ik hierin kan kleuren. Ik heb zoveel eruit gezweet. Als ik in een bad had gelegen, dan had ik echt zo'n laagje neergelegd. Ik zit nu naar een video van Marijke te kijken. Ze plakt een heel magie dingetje. ME-agentje. Echt. Die gaat sowieso. Ik heb al 2 aangiftes tegen haar. Ik sowieso al klaar liggen. Tenminste. 2 waarbij ze echt beeldvorming in mijn bewustzijn wou creëren. Wat ze samen bij Team Aan aan het doen was. Plus dat ik een heleboel andere gedragingen van haar. Waarbij ze teamwork laat zien. Ook gewoon aan kan kaarten. De teksten met Fidère en zo, dat toch wel één is. Wat is dat andere ook alweer? Ah, echt kleuren. Paarse mensen. Die wampie Albert. Is die gozer echt zo dom? Of is dit echt het rolletje wat hij speelt? Hij komt lijf en gaat meteen vragen bij die lijf met Fidère. Doe je masker af, doe je masker af, nou Fidère. Ja, want dat gaan ze doen. Echt, ik heb echt gezien. Ze hebben mij echt in een hokje neergeplaatst. Wat echt te maken heeft met, nou, ik heb een wajo. Ik heb een laag inkomen. Maar ik red me met mijn geld. Ik hoef geen geld te lenen. Ik heb nooit geld te weinig of rekeningen niet betaald. Ik heb altijd mijn koelkast gevuld. De kasten gevuld met eten en alles. Ik heb altijd wiet in huis. Ik heb altijd tabak in huis. Ik heb altijd vloed, tip. Ik kom helemaal niks tekort. Ik kom wel heel veel tekort, want er is een heleboel van me gestolen. Maar er ging een spanning. Ging er ook van me. Ik ging eerst op bed liggen. Maar je moet niet liggen en je ogen dicht doen. Je moet wakker zijn. Ik ging die video terugkijken, want ik had het gefilmd. Maar je moet wel praten als de camera aan staat. En ik praat veel te weinig. Ik leg helemaal niks uit. Uiteindelijk sta ik nog een kwartier onder de douche in mijn boxy short. Oh. Maar de spanning wat er wegging. Een heleboel dingen kunnen weglachen om echt te zien hoe duister, hoe smerig. Hoe mensen me echt gewoon... alsof ik in een soort programma zit vanaf kind zelf aan. Lijkt echt of sinds die bromtoon... een groot experiment wat misschien wel gewoon te maken heeft met dat ik... 6 jaar was dat ze mijn oren, dat ze buisjes gingen in doen, dat smelt later weg. Maar daarom zijn mijn oren meer open gegaan. Met al die frequenties uitzenden. En dat met de volle bloed Wolfman. Die 4 dagen, dat wel ik 4 dagen gewoon dood ben gegaan. Die 5e dag met zoveel pijn naar het ziekenhuis toe. Op de hartafdeling. Niks met mijn hart, niks met mijn bloed, niks met mijn lucht. Dus ja, ik mocht de volgende ochtend gewoon weer weg. Maar dat ze die spray onder mijn tong gaven, waardoor al je bloedvaten helemaal open gaan. Ontspan ik weer helemaal. Maar die druk die ik op mijn borst had, en gewoon een hele streep bij wijze van spreken. Wat echt voelde als van je hart, echt naar je tiemers of zo. Met trillingen die daar al zijn. Ik had 0,45 gram gekocht. 1/3 gebruik. Dus iets van 80 milligram of zo. Als je begint. Is maximaal 50 wat ze zeggen dat je moet doen. Ze zeggen al als je al paddo's hebt gedaan of truffels. Moet je echt niet denken dat je
al voorgeleerd ben. Dat je al geoefend hebt. Want het is ook niet zoals DMT. Het is echt 5, misschien wel 10 keer sterker. En ik lag op mijn bed. En het leek wel gewoon herinneringen van mij. Alleen iedereen was paars. En toen in één keer was het... Je moet niet hier liggen. Je moet niet hier bij ons zijn. Je moet je ogen open doen. Weet je wat speelt? Ja, toen ben ik maar heel gestaan. Allemaal onder zweet. Ik weet je, ik ga wel in de badkamer zitten. Als ik dan zin heb om te douchen, gooi ik die douche aan. Zelfs als met de paddo's. Waarbij ik alleen maar aan het denken ben. Wat gebeurt er? Wat er nu met mij gebeurt door die paddo's? Wat voel ik allemaal in mijn lichaam? Wat ben ik allemaal aan het denken? Maar ik was staan terugluisteren. Ik zeg op zich wel wat, maar 40 minuten of 45 minuten video, waar eigenlijk 3 minuten in gesproken wordt, voor de rest alleen een of andere lange slungel ligt, zit of staat onder de doos. Alles is aan elkaar verbonden. Wat nu aan het afspelen is, is jaren aan het gebeuren. Alsof de overheid weet wie de, ik weet niet, de chosen ones zijn. En daar echt wel vanaf kinds af aan hele programma's omheen draaien. Net als dat, ik heb een keer een documentaire gezien in China met de sport. Dat ouders van tevoren hun kind door een programma doen om te kijken in welke sport ze goed zijn. Hoe heet dat? Niet tennis. Mitchell. Nee? Ja, ik kom niet op die naam. Niet tennis, maar met dat. En dan zit er zo'n bolletje. Zoiets had ik gezien. Die zijn dan echt alleen maar daarmee bezig. Maar zo hebben wij hier in Nederland hebben we ook gewoon onderzoeken. Wat gewoon al op de basisschool aan het gebeuren is. En net als dat ze fotocamera's hebben en dan je aura kunnen fotograferen. Dus er zijn er mensen die dat op zich met hun ogen ook wel kunnen. En hebben ze gewoon technologieën waarbij ze niet de foto maken, maar gewoon door een lens heen kijken en dan die energie gewoon zien. Is het ook echt, je moet God in je hebben, anders kan de duivel in je. Echt te maken met cults. Tenminste, je kan het gewoon zo in. Het is gewoon iets wat ze gecreëerd hebben. Het spinnenweb ziet er nou eenmaal zo uit. Maar ik denk 2 minuutjes heb ik eigenlijk maar die trip gehad wat je dan... hoort of ziet wat mensen op YouTube filmpjes hebben meegemaakt. En bij mij werd echt duidelijk. Je moet niet hier liggen hier. Je moet niet je ogen dicht. Je moet je ogen open doen. Ik weet zeker als ik vanavond heb geslapen. Meer erover heb gedroomd. Langer erover daar heb gedacht. Tegelijkertijd voel ik dat nog steeds wel iets in me zit. Is al de hele dag als ik... Nou, nu naar mezelf kijk of in de spiegel kijk. Dat ik echt soort van aan het glinsteren ben, bij wijze van spreken. Alsof ik mijn huid iets heb gekregen. Extra tintje, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik heb sowieso al dat, hoe meer ik in de zon lig, hoe meer pigmenten ik overal maar aan het zien ben. Misschien heb ik er eerder nooit op gelet hoeveel pigmentjes ik heb. Maar dat geeft echt je bewustzijn, je zintuigen krijgen echt weer een boost. Ik ben benieuwd of er morgen nog iets van is blijven hangen. Heb ik wel de inzichten die ik altijd heb gewonnen, kreeg. Met paddo's. Ik heb 6 keer paddo's gedaan. 1 keer per jaar. Volgens mij 1 keer zat er een half jaar tussen. Een keer zat er 2 jaar tussen.
In die zevende kern, dat hoeft van mij niet echt. Kunnen mensen denken, truffels zijn hetzelfde. Dat is echt niet hetzelfde. En als jij die 15 gram haalt. Zou je nooit kunnen overdosen of... Drugs reageert niet helemaal op mij hoe andere mensen altijd hebben dat drugs op hun reageert. Ik voel echt mijn denken, mijn voelen, mijn lichaam, alles is aan het veranderen. Zintuigen zijn een beetje... Je bent jezelf aan het stimuleren met je emoties ook. Dus kleuren die zijn misschien intenser. Je ziet dingen bewegen of je ziet dingen die er niet zijn. Ik heb een keer een paddeltrip gehad dat we met z'n allen op de bank naar de muur aan het kijken waren met allemaal planken. En die gingen allemaal zo. Toen er iemand binnenkwam die geen paddels op had, die zei wat is er? En legde het uit. Dat zijn gewoon, planken op elkaar, weet je niet. Planken op elkaar, dat was weg. Maar we zagen wel allemaal hetzelfde. Is het gewoon de emoties? Ben ik niet van plan om in te verdrinken? Ben ik gewoon de baas over? Ben ik ook niet... Kan ik al lang al niet meer in psychoses raken? Dan was ik daar al lang al in geraakt. En zeker met het hele toneelspel overal omheen. Dat gewoon al op. Daar waar ik doorheen ga. Op. De hele dag. Pijnies aan mijn rug hebben. Of het zit weer in mijn nek. Boven in mijn hoofd. Of ik heb last van mijn schouders. Last van mijn heup. Die bromtoon is gewoon 24/7. Soms ben ik gewoon te moe om die bromtoon gewoon centraal te houden. Dus dan hangt die gewoon maar weer hier. Zit die alleen maar te schreeuwen in mijn oor. Dan heb ik uiteindelijk ook helemaal het idee dat mijn oor gewoon aan het uitdrogen is. Ik heb het echt idee, je kan drugs nemen en daardoor ga je allemaal buiten je bewustzijn. Of je gaat drugs nemen en zet het volop op je bewustzijn. En dan merk je wel aan een zintuig dat het allemaal iets dronkender voelt of zo. Je lichaam gewoon slap, alsof je helemaal doorgerookt bent. Maar mijn geest is niet door drugs te beïnvloeden. Al die mensen die altijd spijt hadden van wat ze hadden gedaan door alcohol, heb ik nooit gehad. Ja, spijt met kotsen. Dat soort dingen. Maar ik had het precies heb geweten welke gesprekken ik heb gevoerd. Of ik nou dronken, pando's of dat ik stoned ben. Maar alles kan herinneren. En tegelijkertijd maakt het iets vrij. Geeft het een spanning, geeft het... Ja, een heleboel zweet en die pardo's, een heleboel tranen uit mijn ogen. Maar ik heb gezien dat ik vrij ben. Daar kwam het eigenlijk gewoon op neer. Ik moest wakker, maar ik moet mijn ogen open doen en weten dat ik vrij ben. Kijk maar om jij. Dat paars overal duurde 2 minuutjes. En misschien 100 tot 150 milligram is echt een zwaar trip. Dus ja, ik heb 80 genomen. Misschien had ik wel meer moeten doen. Dus hetzelfde als met die paddeltrips, 15 gram. Dat ze zeggen, doe 5 of 7 als je een beginner bent. 7 tot 10 gemiddeld. En 15 is voor astronauten. Dat ik elke keer gewoon maar meteen die 15 heb opgegeven. Nu al aan het nadenken was... Laten we eerst maar 1/3 doen. Tenminste 1/3. 1/3 ongeveer. Ik heb geen weegschaal die milligrammen kan wegen. Dus ik denk gewoon net alsof het niet 0,25, maar 0,30 gram was. Ik heb dat gewoon door 3 ingedeeld. Daar 1/3 van genomen. Blijft 2 jaar goed. Dus het is alweer even genoeg geweest. Dat ik zoiets morgen meteen weer moet doen ofzo.
Maar ik ben echt gezien, het is één groot programma. Ik ben echt die target in de individual en in ieder geval in de spirituele, het bewustzijn. Want ik ken gewoon dat nee, nu hebben zwijgplichtje getekend, want de overheid die liegt ratten. En die zijn ze gewoon dus nu als een of andere Judas voor de overheid gekozen. Maar er zijn ook gewoon scammers die zijn er bezig, die mensen chanteren, bedreigen. Of seks hebben gehad in een of andere taboe waar ze niet vooruit kunnen komen. Dus daar ook gewoon mee bedreigd, beschuldigd, blackmail en noem maar op. Een heleboel zit er ook gewoon omheen wat gewoon haat, afgunst heeft. Dus ook gewoon niet bijstaat of vertelt wat diegene weten. Allemaal een beetje als Scooby-Doo door het leven. Maar weet ik wel gewoon van hoe mijn jeugd is gegaan. Weet ik gewoon hoe deze 2-3 jaar is gegaan. Met zeker binnen familie en zo. Kan ik echt alles inkleuren na de laatste 12 jaar. Waarbij mensen niet eens 12 uur konden langskomen in totaal. Elke keer alle ruzies en hun trauma's. Is het niet liegen of verwardheid of een psychose met wat ik allemaal aan het uitspreken ben. Het is wel aan het schetsen zijn nadat ze me elke keer niet ondersteunen. Niet een luisterend oor voor me hebben. Weten van mijn pijnen. Weten van het niet goed kunnen verwoorden, het uitleggen daarvan. Maar dat is hun bitch. Toen heb ik geen idee wie ik de laatste 12 jaar ben. Welke gesprekken ik heb gevoerd. Waar ik al tot realisaties was. En net als dat mensen op YouTube niet snappen dat ik, voordat ik YouTube begon, alle vragen al gesteld had. Maar dat er alleen maar gelogen werd. Toen ben ik was in corona met allemaal andere mensen met een hoger bewustzijn. Bezig met het spirituele 5D. Dus heel erg bij hun gevoel medeleven naar anderen toe. Dus hé, daar ben ik mee gaan praten. Misschien kon hun iets verzachten, me helpen. Hadden hun misschien connecties die wel verder konden reiken als ik hier in mijn eentje, het zwarte schaap en met zoveel wat er omheen hangt beïnvloed, waarbij ze me gewoon neergooien alsof ik een wappie ben. Maar als je goed oplet, zie je dat ik niet geplaatst word op die site zoals ze bij anderen doen. Als je goed oplet, zie je zelfs wie de acteurtjes zijn en echt bij dat fidère horen. Dus ja, zo'n Cora, zien ze dan even als een wappie, of maar een Eldor, een Albert, een Marijke, een Mita, een Rogier, Flop, een William, dat hoort gewoon allemaal bij hun zootje, heel sim, echt. En dan denk ik ook echt ik denk dat er een heleboel echt bij hoort. En dan proberen ze dan een slachtoffer tussen te stoppen, alsof het ook een wappie is. Terwijl ik geen acteur ben, ik niet zoals ze een maandloontje aan het krijgen ben. En alles, iedereen maar aan het stelen is en sommige mensen... het lijkt ook wel alsof gewoon erfenis al gestolen is, alsof ik een huis geërfd heb of zo. En daar woont ook iemand anders al in. Het is tot toch iets met een hond is, iets met een ring is. Is niet dat hoe verder ik kom, dat ik dingen uit kan strepen van het is niet zo. Er komt alleen maar bij, dit is toch wel, begint steeds zekerder te worden. Ik ben het niet voor niks vanuit die witte arena. Het is niet voor niks dat ik die dromen aan het... Het is niet voor niks dat zo fidère, de manier waarop ze mij lastig vallen, de manier waarop ze niet zien... Dat Inge, Chris, Tivop en minder omheen met mijn informatie bezig zijn. Plagiaat wat bezig is. Tegelijkertijd zijn hun degene die niet op fidère terechtkomen. Terwijl ze als een soort van verzamelplek. Alle conspiracies wat bij fidère belachelijk gemaakt wordt. Kan je bij hun ook gewoon terugvinden. En zijn ze echt in mijn lijn. Daar en de onderwerpen waar ik mee bezig ben. Of de trauma's waar ik doorheen ga. Dat zijn de berichten van anderen die ze dan aan het delen zijn, die ook met dat onderwerp bezig zijn. En dat is echt in alle stapjes gegaan. Dus iedereen die wel de route heeft gezien. En ik heb in ieder geval alles op video gezet, gezegd. En bewaard. Mensen die denken dat ze hieraan gaan ontkomen...
Gaan we 1 april echt heel hard lachen.